belastingen haalt. In Monaco halen ze dat uit de casino, in Noorwegen halen ze dat uit de zee, de olie is eruit pompen, maar wij hier in België, Nederland, hebben dat van belastingen halen. Oké, okay, goed, so be. Maar belastingen heffen is gezond. We moeten alleen goed nadenken welke soort belastingen dat we heffen. En er zijn drie criteria die heel belangrijk zijn bij het heffen van belastingen. Het eerste criterium is, kost het niet meer dan wat het opbrengt? Dus bijvoorbeeld belasting op sigarettenautomaten bijvoorbeeld. Dat is heel ingewikkeld om dat te gaan controleren enzovoort. Dat brengt niet veel op en dat kost heel veel om dat te gaan innen. Een tweede criterium wat belangrijk is, kan een belasting ontweken worden of niet? Een belasting die gemakkelijk kan ontweken worden, ja, dat is geen goede belasting. Bijvoorbeeld in de horeca is er veel zwartwerk, tenminste in België, ik weet niet in Nederland, maar in België in ieder geval. Maar dat is ook omdat dat gemakkelijk kan ontweken worden. En dan heb je mensen die het netjes spelen en anderen die het niet netjes spelen. Dat zorgt voor sociale onvrede tussen de mensen. Dat is geen goede belasting. En dan tenslotte, een derde heel belangrijk criterium is, is een belasting sociaal slecht of is een belasting sociaal positief? Ik weet niet hoe het zit in België, maar in Nederland, maar in België is het zo dat als ik bijvoorbeeld in mijn straat aan de dochter van mijn gebuur wiskundeles wil bijgeven, omdat ik nu toevallig goed ben in wiskunde en die mens dat zou kunnen, die dochter dat zou kunnen gebruiken en mijn buur zou in ruil mijn tuin komen onderhouden, dan zijn we alle twee aan het frauderen. Dat zijn we alle twee aan het frauderen. Eigenlijk moeten we dat aangeven aan onze belasting, we allemaal die papierwinkel en zo. En kost ons dat eigenlijk het dubbel van wat we beide eraan hebben. Dat betekent, daar is goed over nadenken, dat betekent dat eigenlijk ons belastingssysteem de sociale ruil tussen mensen in dezelfde straat bestraft. Dat is onwaarschijnlijk, maar het is zo. Dus belasting op diensten die in onze omgeving plaatsvinden, zijn hele slechte belastingen voor onze maatschappij. Want daardoor gaan wij die diensten niet aanbieden. En gaat de dochter van mijn gebuur misschien geen goed examen doen in wiskunde, misschien en mijn tuin die blijft er dan bij liggen, zodat we bij lachen, want ik ga dat uiteraard zelf niet doen. Dus dat is geen goede belasting. En dan gaat je zeggen, ja, maar zijn er wel goede belastingen? Zijn er goede belastingen? Ja, die zijn er zeker. Bijvoorbeeld, belasting op elektriciteit. Als je ziet hoe weinig dat elektriciteit kost, als mijn computer en mijn iPad enzovoort daar allemaal mee kan werken, dat is spotgoedkoop elektriciteit eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Of benzine in mijn auto. Ik rij van België zomaar even naar Nederland op en neer en dat kost niks, bij wijze van spreken. Daar mogen toch wat meer belastingen op zitten, op dat soort diensten. En daarbij, bijvoorbeeld, zowel bij benzine als bij elektriciteit, dat wordt afgerekend via de pomp of via de elektriciteitskabel. Daar kan geen fraude op zijn, dat kan niemand ontwijken en het is ecologisch, wenselijk en vriendelijk. Ten slotte wil ik zeggen dat eigenlijk, als men zo zou willen doorgaan zoals men nu bezig is, met de logica van jobs, jobs, jobs en competitiviteit en meer arbeid en nog meer mensen om te komen controleren of dat degenen die een uitkering krijgen wel niet zouden kunnen gaan doen of toch gaan werken. Die logica kan geen stand houden, beste vrienden. Die kan geen stand houden omdat het aantal jobs die er zijn steeds vermindert en zal blijven verminderen. En er zullen landen zijn die wel een basisinkomen zullen invoeren en die wel een economie zullen structureren volgens de principes van de 21ste eeuw. En dat zullen de landen zijn die winnaars zullen zijn en de andere landen zullen moeten volgen. Ofwel zullen de mensen van die landen, zoals Nederland of België, als ze dat niet doen, verhuizen naar de landen die het zullen invoeren. Voilà, ik dank je voor jou. Nu zijn er nog voorbeelden.
Dankjewel, Roland. Zijn er vragen? Ik kan me niet voorstellen dat er geen vragen zijn. Kom even naar jullie toe. Misschien, oh, we hebben twee microfoons, alleen de geluidsman is er niet. Dus we gaan even het improviseren hier, hoor. Wie heeft een vraag? Kunnen jullie naar voren komen, alsjeblieft, want ik kan niet naar jullie toe komen, helaas.